We zien hier de nieuwe Scanners for Lux. De scanner ziet er een beetje uit als een mobieltje met een schermpje. En je ziet op dat schermpje, zie je rechtsonder de sterkte van de ontvangst. Die moet dus altijd een aantal streepjes hebben. Je ziet hier toets scan. En hier zien we het nieuwe ticket met linksonder een barcode. Verder staat de rij een stoelnummer op en de film en de prijs. Rechts is nog reclametekst die anders kan worden. Als je nou gaat scannen, pak je het apparaat, dan hou je die voor het kaartje. En dan zie je een rood kruis. En dat kruis moet precies de breedte krijgen van de barcode. En dan piept hij. Dat kon je even niet goed zien door het felle licht, maar je moet hem op de afstand houden dat het streepje zo breed is als de barcode. Dan zegt hij oké. Hij geeft ook aan als er een korting op het kaartje is en dan is het de bedoeling dat je bij een internetprintkaartje de klant vraagt om een kortingspas te tonen. Bij een gewoon luxe kaartje uit de kassa hoef je dat niet te vragen.